Unity.nu start zondagmiddag 29 augustus met een wekelijks sportprogramma. In Unity.nu Sport wordt tussen 2 en 5 door middel van live verslaglegging en interviews het sportnieuws uit de regio's 071 en 070 gebracht. Ja, we gaan proberen om zoveel mogelijk sport live te gaan verslaan. Hockey, zwemmen, basketbal, voetbal. Eigenlijk alle sporten die geschikt zijn voor het live verslaggeving, die willen we in het programma aan bod laten komen. Sport is een belangrijk onderwerp voor een streekomroep als Unity.nu. Ik denk dat het anderen ook weer aanzet tot enthousiasme hopelijk. Je ziet wat er gebeurt in de regio, dat is natuurlijk leuk. Lokaal zou leuk zijn. Maar ook dat mensen denken van, hey, misschien vind ik het ook wel leuk om te gaan kijken of om het te gaan proberen. En we weten allemaal dat bewegen voor iedereen goed is. Dus dat daar aandacht voor komt, ook in de vorm van het sportprogramma, is alleen maar leuk. Joyce is zelf ook al lange tijd te vinden in de sportwereld. Nou, sport maakt al mijn hele leven deel van mij. Als kind vond ik het vooral erg leuk om te doen. Heb ik verschillende sporten gedaan. Daarna had ik bedacht van, ik vind het leuk om aan andere kinderen het enthousiasme over te brengen. Dus heb ik gekozen voor onder andere een beroep als gymjuf. En in mijn rol als vitaliteitscoach ben ik eigenlijk ook altijd met in ieder geval bewegen en anderen vooral enthousiast te maken, omdat het gewoon heel leuk is om te doen. Het verzorgen van een live sportprogramma wordt niet door één persoon gedaan. Daar is een team voor nodig. We zoeken uiteraard natuurlijk verslaggevers. Hè, voor mensen die langs de lijn, maar ook of in het zwembad of in de sporthal willen gaan staan en verslaggeving willen gaan doen. Maar uiteraard ook technici, presentatoren. Ja, mensen die de sportredactie willen gaan doen hier op kantoor. Eigenlijk iedereen die verbonden wil zijn met de sport en daar graag zijn steentje aan bij wil dragen, die zoeken we en die kan zich aangemelden. Zondag 29 augustus is dus de eerste uitzending van Unity.nu Sport. Dat is nog even wachten, maar Leo is enthousiast om aan de slag te gaan. Ja, het leukste is natuurlijk ook gewoon langs de lijn de sport verslaan. Als je van sport houdt, is het leuk om een wedstrijd te bekijken. Maar is het eigenlijk nog leuker om zo'n wedstrijd te gaan verslaan voor de radio? En daarmee je luisteraars in ieder geval iets te brengen. Mensen die thuis zitten, lekker in de tuin met dit mooie weer. Die dan gewoon de radio aanzetten en even kunnen luisteren. Maar misschien ook straks de televisie aan kunnen zetten. En dan ook mee kunnen gaan kijken en luisteren naar het nieuwe programma op Unity.nu.